Kikkers en welkom weer al op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Oh la la la. Kijk, dat is wat prachtig weer. Let the sunshine shine. Oh. Lekker, ik ga nu richting Bea. Ik ben blij dat ik dinsdag mag terug gaan werken. Joepie. Eindelijk. En hier is er één klein bloemetje, wacht hè. Ik weet niet of jullie het zien. Ik ga die even uittrekken en aan de kant gooien. En dan moet hij er niet staan. Onkruid even wegdoen. Schat, even geduld hebben hè. Ik moet nog. Voilà. Het onkruid is eruit. Gooien we hier over de haag. Dat is ook weer gebeurd. Voilà, onkruidvrij. Waar stond dat nu? Ah, daar zit. Ah, en er leefde nog een spinneket eronder in. Oei, sorry. Ik heb je huisje weggedaan. Sorry! Sorry! Ja, wel. Oké. Oh, dat is hier heet in de auto. Haha. Voilà. Voilà. Kom mee op mij op avontuur. Op avontuur van Psycho TV. Jullie krijgen één mopje van mij. Een jonge Engelse staat wegens. Nee, dat is iets te moeilijk om te lezen. Oké, een goeie, hè. We gaan eens een goeie kiezen. Mama belt. Wacht, hè. Ah. Mama bedelt het dochtertje op het strand. Mag ik op een eteltje rijden? Neem je vader maar. Dat is haast hetzelfde. Oké. Ik vind het vreselijk als andere mensen hun neus in mijn zaken steken. Ik niet. Integendeel zelfs. Hoezo dan? Ik verkoop zakdoeken. Kdumtsch. Dat was wel een goeie. Allee, een laatste. Voordat ik ga vertrekken. Oeh. Een lange. Johan heeft zorgen. Hij stort zijn hart uit bij een vriend. Toen ik gisteravond thuis kwam, lag mijn vrouw met de buurman op de slaapbank. Je hebt hem natuurlijk de deur uitgesmeten. Nee, dat durfde ik niet. Ik kreeg namelijk nog een heleboel geld van hem. Heb je dan je vrouw de deur gewezen? Nee, dat wilde ik ook weer niet doen. Ik hou namelijk nog steeds van haar. Wat heb je dan gedaan? Ik heb de slaapbank eruit gegooid. Oké. Bij deze. Ja. Er waren even wel een paar mopjes. Dus, en nu ga ik het zeker doorvertrekken naar mijn schatje toe, want mijn schatje zit te wachten. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo! En natuurlijk straks ook nog de Trivial Pursuit. Vragen en antwoord. Alleen maar vragen en antwoord. Dus alleen maar antwoorden, hè. En de vragen. En niet alleen vragen. Dus dat is de laatste keer, dus dan moet ik nog sowieso nog de Trivia Pursuit vragen nog beantwoorden daarbij. Dat ik het nog gauw in de vlog ga, ook nog gauw ga gooien. En nu op naar mijn schatje toe. Yo, kijkers! Hier, ik weer. Ja, ik ben dus bij Beacon aangekomen, hè. En jawel, mensen. Er is iets gebeurd met Bea. Ai. Ja, nu ben ik jullie wel nieuwsgierig, hè mensen. Ik heb het al gezien. En de Discord-mensen ook trouwens. En de Discord-mensen ook trouwens. Heel veel ook via haar Facebook-account zijn ook al op de hoogte. Maar jullie nog niet, hè, kijkers. Nee. Zal ik jullie nog even in spanning houden? Nee.
Allee. Wel een rondleiding over heel mijn hoofd dan, hè? Oei, ik moet dan een hele rondleiding geven van haar hoofdje. Ah wel, voilà. Kom eens even af. Hé, hey, schat. Kijk eens hier. Hallo. Haar nieuw kapsel. Ziet dat eens aan. Hoe mooi. Oh, je bent nog niet klaar. Nee. Kijk dat eens aan, mensen. Oh, my, 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 my. En nu wat dichter nog. Toch wel schoon, hè, mensen? Jij wou ook nog iets zeggen? Nee, ik wou niks zeggen. Ah, ik dacht van wel. Maar ik hoop wel dat hun het leuk vinden. Laat hieronder in de reacties. Maar, ook al vinden hun het niet leuk. Ja. Het is mijn en blijft mijn lichaam en het is mijn haar. Dat is wel waar. Dus dat wil ik wel even voor duidelijken. Ik ga mij niet veranderen voor iemand anders. Nee. En laat ook in de... Wat? Ik snap jullie, het niet. Jullie zouden het wel al kunnen afmaken. Hè. Laat in de... reactie weten wat jullie ervan vinden. Valessa! Oho. Die zat wel heel diep, hè? Ja. Ik ben ook moe, hè. Ik had heel veel zenuwen ook, hè, voor mijn haren. Echt? Ja, ik had echt heel veel zenuwen. Oei. Ik heb echt niet goed geslapen, gewoon. Maar ja, zo ziet je mensen haar nieuw kopje. Hoehoe. Ziet dat eens. Ja, ja. Het was wel even wennen toen ik hier aankwam van... is dat wel Bea? Ziet ze lachen. Ja. Onze Bea. Ja. Tot snel. Tot snel. Zo, we zijn hier bij de Action aangekomen. En waar zijn, welke winkels zijn hier dan nog? De Albert Heijn en nog een spelletjeswinkel voor kinderen. Ah, oké. Okay. De Toys of zo. De Toys, juist. De Toys. Ja, 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 ja. Dus we gaan nu even voor haar gsm te beschermen een gsm hoesje kopen. En is er ook een beschermdaag? Een schermdaag? Dat weet ik niet. Daar kunnen we ook eens voor kijken. Zo'n beschermlaagje voor haar gsm. Het is toch vandaag weer eens gevallen. Dus het is hoog tijd dat wij toch eentje gaan kopen. Ja, terwijl ik er niet aanraakte, hè, is die gevallen. Ja. Voilà. Oeh, het is hennig wind. Het is hennig wind. Oei, hier zijn we allemaal afgekapt. Ik ga jullie even op de roltrap. Hè? Ja. Wat van samen op de motto. Van de Action naar Van den Borre voor haar gsm hoesje te vinden. Want in Action hadden ze het niet. En ik heb hier heinig moeten manoeuvreren, want ik kwam van die kant ingereden. Maar ik moest normaal gezien van die kant zijn ingereden. Oepsie. Dan ziet hoe de auto's hier zo staan, schuins. Dus ja, dat lukte mij niet. Maar ja, nu zijn we hier aangekomen bij Van den Borre. Ja, Van den Borre. En nu gaan we eens even op zoek naar haar gsm. Bij de MM-store ook nog geweest? Nee, twee keer een M-store. En dan... daar hebben ze het ook niet. Bij Van den Borre hebben ze het ook niet. Dus we gaan het nu op internet zoeken. En dan gaan we zien... ja, wat er gaat uitgeven, hè. Geen fietsers? Nee. Oké. Oops, wat er hier. En nu ga ik Bea naar haar mama doen. Want die gaat daar blijven eten. Ik ga naar mijn moeke toe. Daar eten. Ja, het is weer al vrijdags. Dus ik ga daar eten. Voilà. Bij deze heb ik dat nu ook weer gezegd. We zijn dus bij de Action geweest, we zijn bij de Van den Borre geweest, we zijn van MM Store geweest. Nergens de Nokia de 2.3 hoesjes te vinden. Ik ga deze avond samen met haar op zoek gaan naar een gsm hoesje online. Maar als jullie dat zelf ook willen te vinden, met ook een mooiere uiterlijk. Hè? Ja.
En mocht je het altijd hier in de comments laten weten. Bijvoorbeeld een hoesje van tijgerprint of zo. Dat vind ik heel mooi. De wat, hè? Tijgerprint. Ah, tijgerprint. Oké. Okay. Ja. Pantenprint, hoe noem je dat? Ja, tijgerprint, pantenprint, ja. En ik ga hier fucking al het raam weer al open doen, want het is hier weer al hot. Voilà. En ik heb mijn jas aan, omdat ik het koud heb. Rare mensen, hè, weet u. Ik zweet nu wel, maar ik heb wel koud, dat is heel raar. Ja. Maar ik heb geen koorts, want mijn koorts is altijd tussen de 36 en 5 en ik voel me niet koortsig, dus. Oké. Okay. Even voor de duidelijkheid, voor de kijkers, hè. Ja. Nog iets? Nee. Echt niet? Nee. Echt niet? Echt niet. Oké. Ciao. Ciao. Want de saus is groen, want nu zijn we voor rooi licht. Bye. Kijk eens wie hier ook nog nu bij mij thuis ook gearriveerd is. En jawel, hallo. De tekening hangt er ook nog altijd op de achtergrond van de fans. Je ziet het, wij houden echt alles bij. Dus we gaan ook de vlog wat beëindigen. Maar voordat we de vlog beëindigen, nog een laatste keer de Trivial Pursuit vragen en antwoorden. Niet alleen maar vragen. Dus alleen nu nog maar vragen en antwoorden. Zij gaat dus de antwoorden zeggen. Ja, geven. Of geven, ja. Over welk stad vliegen Peter Pan en de kinderen van Dalen? Londen. Oké. Okay. Welk tv-figuurtje vraagt alsmaar, kunnen we wij het maken? Bob de Bouwer. Ah ja, want ik had gisteren ook gezongen. Bob de Bouwer. Dus zo. Kunnen wij het maken? Nou en of. Voilà, van daarvan. Oké, volgende. Waarmee betalen de Neandertalers? Ja, Neandertalers. Ze betaalden niet. Voilà. Waarvan heeft Pongo er 72 en Partita 68? Vlekken en stippen. Denk maar aan de 101 Domaciërs. Welk is het bekendste Amerikaanse motorfietsmerk? Harley Davidson. Goed gezegd, schat. Wat doet een voetballer die de netten vindt? Scoren. Oh ja. Dan de laatste, jammer genoeg, de laatste 6 vragen. Ik ga daar volgende keer gewoon een apart video van maken. En dan ook met een intro erbij van Trivial Pursuit vragen. En ik ga dat gewoon in een aparte video zetten. Telkens keer bij deze, dan weten jullie dat ook. Oké. Okay. Welk taal spreekt men in Oostenrijk? Duits. Goed zo. Welk verhalen van A.A. Miele en E.H. Sheephart leverden een wereldberoemde beertje op? Winnie de Pooh. Denk maar aan de honing, ja. Welk gebouw is de meest bekendste ruïne van Bullion? Kasteel. Goed zo. Ik wist niet zeker of dat kasteel stond, hè? Ja, kasteel, ja. Hoe heet de kleinste vissenvriendje van Ariel? Botje. Ja. Van welk dierlijk product is Australië de grootste producent? Wol. Hoe heet een uit de kluiten gewassen Lego blok? Duplo. Goed zo, schat. Bij deze hebben jullie nu de vragen en de antwoorden gehad van de Trivial Pursuit vragen. Bij deze komt er dus een eind aan deze vragen en antwoorden. Ja. Want het wordt niet onthaald in mijn vlogs, blijkbaar. Ik vind het wel jammer, want ik doe het juist zo graag. En iets wat ik heel graag doe, wil ik eigenlijk wel behouden. En daar voel ik ook mij beter bij. Maar ja, als jullie zeggen van nee, het wordt niks, dan doe ik het wel in een aparte video, okay, bij deze. Dan kunnen jullie zelf kiezen welke video jullie bekijken. Ofwel een Trivial Pursuit video, ofwel de vlog video. Ofwel ze allebei. Ofwel dat ze kan ook nog. Dat is ook weer een win-win situatie voor mijn kijkers. 2 video's. Oeh, ja. Maar ga je dat wel aan kunnen, schat? 2 video's uploaden?
Ja, ik moet er nu toch ook al twee uploaden. Ja, maar dan moet je er drie doen. Ja, drie. Ga je dat wel aankunnen? Nee, ik kan het niet aankunnen. No. Geen grapjes maken nu daarover. Jawel, ik ga het wel aankunnen, want dat is maar één grote fragment wat ik dan maak. Dan moet ik gewoon die intro van Trivia Pursuit erin toevoegen. Als iemand het geroepen voelt om een Trivia Pursuit intro te maken, mag dat altijd. Aanmelden kun je altijd via Discord. De link staat in de beschrijving. Oftewel, meld je mij even info@cyclotv.be met de URL naar de intro toe. Uit het niets, hè? Uit het niets, mensen. Dat is mijn schatje. Voor altijd. Niemand komt er intussen, hè? Oké. Alleen mijn haar komt er soms intussen. Vroeger toch. Zeg. Ja, dan kwam mijn haar toch in de mond als ik op uw podcast lag. Ja, dat is wel waar. Maar ja, we gaan bij deze gaan we nu echt de vlog afsluiten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuw video online gaat komen. Dit was Rijden en Zeilen. Salut, joe!